In de hal van de bloemen- en plantenveiling Utrecht en omstreken zijn tafels vol bloemen geen ongewoon gezicht. Wel ongebruikelijk is het wanneer bloemen reeds in de veiling worden geschikt. 143 bloemenschikkende dames en heren hadden de finale bereikt van een wedstrijd in deze edele kunst, die behalve veel smaak en vaardigheid een duidelijk gevoel voor verhoudingen vereist. Nadat eerst een verplicht stuk van chrysanthemen vervaardigd was, kwamen de vrije stukken aan de beurt, waarvoor overwegend pompondalia's, gladiolen, anjers en rode en witte bessen gebruikt werden. Er was een grote verscheidenheid in de werkstukken, waarin de bloemen soms ook overwegend als versiering werden toegepast. De deskundige juryleden hadden het verre van gemakkelijk. Gaat u zelf maar na. De eerste prijs ging naar mevrouw Teunissen uit Arnhem. Haar werkstuk oogste grote bewondering, zoals zoveel in deze wedstrijd, die het plezier dat men in ons land in bloemen heeft, overtuigend demonstreerde.